Maar nu weer. Een hele goede morgen. Weer een nieuwe vlog. We zijn al op stap, want meneer Chipunaya, die moet naar de tandarts voor de eerste keer. En laat mijn allerliefste nicht Naomi nou een tandarts zijn. Dus zijn eigen tante wordt zijn tandarts. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal te vertellen heeft over het gebitje van Manoui na 5 miljoen krentenbollen. Nou ja, we gaan het allemaal maar gewoon zien. Toch doet? Zeg maar ja, mama. Altijd ja, mama zeggen. Mama. Goed zo. 8, 2, 1. Zal ik even deze? Ja. Kijk die. 2. Oh, goed zo. Ga nou even poetsen. Goed zo. Maar nu weer. Mag ik niet even je kiesjes kijken? Nee, mag niet. We hoeven alleen maar even A te doen en kijk eens wat we voor cadeautje hebben. Als jij je tandjes hebt laten zien. Nou, mevrouw de tandarts, vertel eens even. Nou, bij deze leeftijd is het wel soms lastig om tanden te poetsen. Omdat ze heel erg de lip over de tandjes heen trekken. Dus het handigste is soms om ze op schoot te nemen en dan een beetje naar achter te laten kantelen. En dan de bovenlip omhoog. Ja. En dan met de tandenborstel goed de voortandjes schoonmaken. Oké. Okay. En gewoon 2 keer per dag poetsen met de kindertandpasta. Wel weer 2 keer. Ik dacht namelijk, ik was nog bij de 1 keer per dag. Maar dat is dus nu omdat hij al zijn tandjes heeft inmiddels bijna dus 2 keer gewoon per dag. Ja, als het kan 2 keer. Want hij eet natuurlijk ook gewoon alles. Ja, veel klopt. Suiker ook. Krijg je toch binnen met voeding. Ja. Kijk, hij heeft zijn mond niet open gedaan, maar toch heeft hij het helikoptertje gepakt. Noei, zo werkt het dus eigenlijk niet, hè? Nou, voor de eerste keer heeft hij het toch wel goed gedaan. Ja. Moet wel gezellig blijven. Ja. Het moet wel gezellig blijven. Nou, een goede eerste poging. Manoui vond het een beetje spannend. Die snapte er helemaal niks van dat zijn tante ineens in zo'n wit gewaad stond. Met een met handschoenen en een mondkapje. Dus we moeten maar snel weer naar mama Omi gaan. Want anders denkt hij dat mama Omi een enge heks is. Dus we gaan gewoon weer verder met tanden poetsen. En tanden poetsen. En tanden poetsen. Tanden poetsen. Oké, nu gaan we even lekker naar huis en dan heb ik zo een koffiedate. En nu moet ik naar de tandarts. En dan moet Younes naar de tandarts. Voor een wortelkanaalbehandeling. Voor een wortelkanaalbehandeling, dat mag hij lekker in zijn eentje gaan doen. Wij gaan niet mee. Zo, nu was helemaal moe net na de tandartsbezoek. Dus die heeft even lekker tukkie gedaan. We wachten tot Alec thuis komt, zodat we Manoui naar Breukelen kunnen brengen. En dan kunnen we zelf door naar Amsterdam, naar Umschatska Studios. Voor de review van de nieuwe cover van Elle. Van het nummer met de winnaar van Holland's Next Top Model. Dus super benieuwd, ook zin en toe aan een feestje. Zometeen ook even een outfitje vinden hier ergens in huis. Maar dat komt vast wel goed. Dat zien jullie zo wel wat we aan gaan doen. Zo, we zijn weer in Breukelen beland. Ik heb me net even snel omgekleed. Ik zal nu even laten zien wat ik aangedoe op deze partijavond. This is the outfit. Een soort van asymmetrisch. Energie. Lekker toch? Lekker outfitje, girla. We zijn er! Dit licht, jongens! Het is helemaal gezellig hier!
lief allemaal. Ik ga deze vlog eindigen. Het is 12:30. Ik heb het gevoel alsof ik een hele nacht achter de rug heb. Maar dat valt allemaal reuze mee. Het was een lange dag. Maar ik ga lekker een beetje toe. Slaap lekker. Tot de volgende vlog. Vergeet niet te liken. Liken. Hoi. We hebben serieuze gear voor deze verhuizing. Alleen bereid, man. Hier is een echt zo.